Leeuwarden. Culturele hoofdstad van Europa in 2018. Zin in de toekomst. De op 11 maart in de Leeuwarden dierentuin Aquazoo geboren ocelot-tweeling mocht donderdagmorgen voor het eerst naar buiten. Een jongetje en een meisje. Het mannetje heeft de naam Manchado gekregen, Spaans voor gevlekte. Het vrouwtje draagt de naam Benquante en is vernoemd naar haar dierverzorger, die ook op 11 maart jarig is. De ocelot is een kleine katachtige met prachtige gevlekte vacht, die in de natuur voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika. Onder begeleiding van hun moeder zetten de jonge ocelotten hun eerste stappen in het buitenverblijf. Een spannende en mooie gebeurtenis die gevierd werd met een lekkere tractatie voor de aanwezige bezoekers. Net als in de natuur voedt moeder ocelot de jongen in haar eentje op. Ocelotmannetjes hebben geen band met hun jongen. In plaats daarvan zien ze hen eerder als een lekker hapje. Moeder ocelot houdt haar kroost dan ook uit de buurt van de ocelotman. Zodra ze de geur van een mannetje ruikt, zal de moeder haar jongen verplaatsen naar een veiliger nest. Te vaak verhuizen is echter niet goed voor de jongen. Omdat de vader van de jongen in het verblijf zijn geur heeft afgezet, verbleven de jonge ocelotten de eerste 2 maanden na hun geboorte samen met hun moeder in een verblijf achter de schermen. Daar konden de jongen in alle rust op groeien. Nu ze 2 maanden oud zijn, zijn ze groot genoeg om uit het nest te komen en zal hun moeder ze niet meer gaan verplaatsen vanwege de geur van de ocelotman.